Roderick van de Kerkhof uit Beuningen van Boost 11 is vandaag onze studiogast. En hij is onder andere de zaakwaarnemer van ex-Groningen-trainer Frank Wormoet en van Heerenveen-keeper Andries Noppert, de oranje revelatie van het WK in Qatar. En daarnaast is hij ook nog steeds supporter van tweede klasse Beuningse Boys. Roderick, welkom. Dankjewel, Sander. Roderick, waar zullen we beginnen? Zullen we met Michel Vlap beginnen? Want Michel Vlap is ook een van jouw protégés. De vloek van Vlap, noemden ze het op de televisie. Hij had een jaar niet gescoord bijna. En dat gaat wel vreet aan een nummer 10 van FC Twente. Ja. Zeker als je van Anderlecht komt en je er daar altijd een paar in hebt geknald. Het lijkt erop dat hij zich bij Twente op zijn plaats voelt. Ja, bij Twente voelt hij zich heel erg thuis. Ja, ja, past hij ook heel goed als Fries. Goed, en dan Frank Wormoet. Het is een trainer uit Duitsland. Die is hoofdtrainer geweest bij Heracles Almelo. Die werd daar op de laatste dag van de competitie, eigenlijk voor het begin van de na-competitie, werd hij bedankt voor zijn werkzaamheden. Aparte constructie. Heracles ging degraderen toch nog in die na-competitie. Hoe heb je dat meebeleefd? Ja, ik was in het stadion bij de allerlaatste wedstrijd tegen Sparta. Ja. En wij wachten op een doelpunt uit de Goffert. Want als daar gewoon een doelpunt gevallen was, was het Heracles gewoon erin gebleven. Ja. Want NEC speelde op dat moment tegen Fortuna, als ik me niet vergis. Ja, ja. De wedstrijd van Fleming. Ja, en daar haalden ze nog een bal van de lijn. Kreeg ik door met allerlei appjes. Ja. Ja, en die winnen dan niet. NEC. En dan moet Heracles de na-competitie in. En dat was een vervelende zondag. Maar goed, dan krijgt Frank Wormoet ook te horen van, joh, luister, we gaan het niet met jou doen, we gaan het met jouw assistent doen. Dat was denk ik ook een verrassing. In het voetbal ben ik niet zo heel veel verrast meer. Maar dit was inderdaad een verrassing, ja. Ging in Groningen van start en dat werd ook een hele lastige. Ja, bij Groningen hadden ze een heel plan wat ze besproken hebben een half jaar daarvoor al, voordat hij aan de gang ging. En dat plan was erop gericht om Groningen weer terug te krijgen op Europees niveau in 3 jaar tijd. Uiteindelijk zijn het 4 maanden geworden. Mm-hmm. En dat heeft te maken gehad met het feit dat op momenten dat je een club wil veranderen, op verzoek van de club, want dat was de nadrukkelijke opdracht, verander deze club, verander dit team, verander de staf, want uiteindelijk moeten wij een level hoger. En dat niveau wat wij hoger willen, ja, daar horen andere maatstaven bij. Ja, en die maatstaven worden wel gelegd. Maar dan zie je toch dat in het voetbal, maar dat is eigenlijk in ieder ander bedrijf, op momenten dat je veranderingen gaat teweegbrengen, er altijd mensen in verzet komen. Nou, dat hebben we gezien. En de vraag is dan van, ja, dat verzet, wat doe je daar dan mee als club? Ga je daar dan in mee? Zeg je van, nee, we hebben een trainer gekozen om juist te veranderen. En jij als speler of als technische staf gaat daarin mee? Nou, we hadden gedacht en gehoopt dat het laatste het geval zou zijn. Hè? Dat iedereen meeging in die veranderingen. Maar helaas, dat bleek niet zo te zijn. Dus de rugdekking vanuit de directie was nul? Weinig. Ja. Ja. Daar heb je zelf als zaakwaarnemer over uitgelaten via een podcast. Ja. Op een gegeven moment komt de media in opstand. Ja, dat is ook bijzonder. De media mag de maat leggen bij iedereen. Ja. En als je dan een keer wat terug doet, dan kom je zelfs in alle programma's die er maar zijn. Mm-hmm. Ja, mijn trainer was op dat moment in problemen. En problemen nog niet zozeer van voetbalachtige dingen, maar de druk kwam er heel erg op. De steun viel weg intern. Ja, en dan kun jij als zaakwaarnemer 1 ding doen. Je kunt, of 2 dingen. Je kunt denken bij jezelf, nou, laat maar zitten. We nemen de afkoopsom en we zijn klaar. Mm-hmm. Of je probeert voor die man nog op te komen. Nou, dat hebben we gedaan. Ik heb een podcast opgenomen met Gerry van Kampen. En ik heb daar verteld wat ik ervan vond. En het rare is dat als je nu terugkijkt naar die periode, dat eigenlijk alles wat ik daar gezegd heb, en niet arrogant bedoeld, maar wel eens uitgekomen. Ja. Frank Wormoet moest het veld ruimen bij Groningen. Uiteindelijk moest ook Mark Flederis het veld ruimen. Groningen staat op degradatieplek en niet zo'n beetje ook. Dus het is allemaal kommer en kwel. Nou ja, kijk, we hebben het in die podcast er destijds ook over gehad. Als je niet verandert, dan blijf je krijgen wat je tot dan toe gekregen had. Want het was het seizoen ervoor natuurlijk niet anders dan dat het op dat moment was. Weinig punten. Ja. Frank had 12 punten uit 14 wedstrijden.
Nou, toeval wil dat deze laatste 14 wedstrijden na het vertrek van Frank 5 punten hebben opgeleverd. Mm-hmm. Dus ja, je kunt niet zeggen dat het daar een verbetering heeft plaatsgevonden. Sterker nog, ze moeten nog heel hard voetballen om er proberen nog in te blijven. Er is wel een wondertje voor nodig. Maar ja, in voetbal kan alles. En ik vond het een hele onterecht ontslag. En ook een heel onnodig ontslag. Uiteindelijk is het nog een stukje rechtszaak geworden die jullie uiteindelijk gewonnen hebben. Ja, dat ging over een artikel in het contract waarin Groningen een contract voor bepaalde tijd nog bepaalder wil maken op momenten dat de trainer zou vertrekken. Nou, wij waren het er niet mee eens, maar ja, uiteindelijk wilde Frank daar graag naartoe. Dus dan onderhandel je daarover. Uiteindelijk heeft de rechter bepaald dat dat niet mag. En daarmee heeft Frank de rechtszaak gewonnen. En het allerbelangrijkste was dat hij gerehabiliteerd werd in zijn vakkennis. Omdat het niet was vastkomen te staan dat Frank gefaald had als trainer. En dat was eigenlijk het allerbelangrijkste wat daar in die rechtszaak plaats heeft gevonden. Waar gaat hij trainen? 2023, 2024? Ik heb veel contact met hem. En wij zijn van voornemens om eens rustig aan weer te gaan kijken waar er mogelijkheden liggen voor hem om te gaan trainen. Hij wilde eerst graag deze arbitragezaak afwachten. En nieuwe tijd om de horizon te verbreden. Ja. Een totaal andere klant van jullie bij Boost 11 is Andries Noppert. Andries is heel lang onder de radar gebleven met zijn 2,3 meter. Heeft uiteindelijk het geluk gehad, en dat is ook voetbal, dat hij onder de hoede kwam van een trainer die het in hem zag zitten. En dat was Kees van Wonderen. En daarna is hij gaan keepen, is goed gaan keepen. Ja, en dan is de voetballerij ook zo dat er dan in één keer 5 clubs waren waar hij naartoe kon. Daar heeft hij de keuze uitgemaakt om voor Heerenveen te kiezen. Naar huis te gaan weer. Om bijna weer naar huis te gaan. Ja. En dat ging dusdanig goed dat Louis van Gaal en Frans Hoek hem hebben gekozen om in het Nederlands elftal te gaan plaatsnemen. En de verrassing was nog groter dat hij in de basis kwam te staan. Ja, en vervolgens daar goed presteren. Ja, hij heeft prima wedstrijden gekiept, heb ik naar de hand gezien. Maar je hebt ze niet gezien? Ik heb ze niet rechtstreeks gezien, nee. En ik kan je ook uitleggen waarom. Andries komt uit een situatie waar we allemaal weten dat het niet makkelijk was. Ja. Hij heeft in Italië ook verschrikkelijke dingen meegemaakt. Is bijna door iedere trainer en keeperstrainer miskend. En krijgt dan een kans in het Nederlands elftal. En ik wist dat daar zoveel van afhing, van dat Nederlands elftal, dat het me te veel werd. Mm-hmm. En ik tegen mijn vrouw zei van, lieverd, ik ga een eindje wandelen. Dat was eindelijk de eerste wedstrijd. En dat beviel me zo goed, want dan krijg ik ook een stukje bijgeloof, want dat is ook in het voetballen. Dan heb je bijgeloof en dan ga je maar de tweede keer denken, nou laat ik maar weer gaan wandelen. Ja. Ik neem aan dat er heel veel clubs met jullie contact opgenomen hebben, joh, van is hij te halen? Nou, dat is tweeledig. Er wordt wel veel geïnformeerd, maar dat is kijken en niet kopen. Ja. Wat er aan de hand is dat de echte topclubs in Europa willen graag zien dat je over een bepaalde termijn goed presteert. Ja. En ze vinden dan 5 wedstrijden eigenlijk te weinig op het hoogste niveau wat je maar kunt halen. Dus dat is aan de hand met die clubs. En een blessure helpt natuurlijk ook niet in het verkopen van een speler. Dat zijn toch jongens die dan aan jullie verbonden blijven. Dat betekent toch dat jullie van Boost 11 iets goeds doen. Wat is jullie afwijking ten opzichte van de makelaars die toch geen beste image hebben? Voor de anderen kan ik niet praten. Wij doen gewoon verder normaal tegen spelers. En we maken de boel niet mooier dan het is. En ook niet slechter dan het is. En we zijn er voor mensen op momenten dat we er moeten zijn. En ik begrijp ook dat we redelijke contracten voor ze regelen. Dus laten we dan even zo. In ieder geval, Roderick, dank voor jouw komst. Graag gedaan. Dank voor je openhartigheid en veel succes met Boost 11. Dankjewel en jullie met het programma.